het is tijd voor de Hymn of the Week. Spannend. Spannend, ja. Twee liedjes, die zetten we altijd in een soort poll. We gaan heel democratisch aan jou als luisteraar vragen welk liedje je graag op de radio zou willen horen als Hymn of the Week. En op televisie trouwens ook, want daar is het ook te zien. Ja. Welke twee liedjes hadden we deze week erin staan? De eerste was Terug naar toen van FCJ Ruud en zanger Kafke. Ja, zullen we gewoon even luisteren? Ja. Welke dat is? Niet te lang. Vind je hem zo kut, ja? Het is best wel kut, ja. Nee, ik vind het echt een lekker nummer. Ja, daarom. Het is kut. Ik wil met de hart gaan zij aan zij. Want wij gaan net iets harder dan de meesten. Dit is vanaf nu tussen jou en mij. Vind je het echt zo kutje? Ja, ik vind het eigenlijk Het is niet echt mijn mening, maar het is gewoon een feit. Het is feitelijk gezien is het kwalitatief kut. Ja, oké, dat klopt. Maar het is gewoon een carnavalsnummer, toch? Ja. En het is bijna zo ver. Maar ik hou niet van carnaval. Hoezo ik vind het echt geen carnavalsnummer, nee. In Brabant, ja, jij komt uit Gelderland. Hè. Heb je ooit Brabants carnaval gevierd? Oh ja. Heb je ooit Brabants carnaval gevierd? Oh ja, we wonen 20 kilometer uit elkaar en dan is het een totaal cultuurverschil. Ja, maar dit hoor je door en door. Ja, dat is wel zo. Maar er zit niks carnavalesk in. Nee, oké. Geen toeter of hoenpapa of weet ik veel wat. Geen toeter? Vind jij dit dan leuk, Mikkel? Oh, dan komt jij met zijn toeter. Komt jij? Ja, dankjewel. Maar wat vroeg jij mij? Ja, vind je dat leuke muziek? Carnavalsmuziek? Ja? Ja, ik vind het wel leuk. Ga je wel goed op? Ik ga er wel goed op, ja. Oké. Ja, ik ben wel eens dat was het. Ja, wilde ik graag weten. Weet je, zoals carnavalsmuziek van Lamme Frans. Echt elk nummer van hem vind ik helemaal geweldig. Ja, maar dat is gewoon een kunstwerk. Want dat ja, maar is precies. Echt... Dat is kwalitatief goed. Ja, okay. Maar dit is gewoon daar ben ik het wel mee. Ik bedoel, Face DJ Ruud, die kan nog wel iets leuks in elkaar zetten. Hé, hey, maar even tussendoor. Hè. Misschien dat jij dat dan weet. Die Face DJ Ruud, die had volgens mij een jaar of 2-3 geleden, zag ik ergens staan op internet dat hij ging stoppen. Dus ik was helemaal blij. En dan komt hij gewoon weer terug. Wat is dit? Ja, ik weet ook niet eigenlijk... Gefeliciteerd, jullie heeft ook... Misschien omdat je blij was dat hij dacht, nou, ik kom terug, dan ga ik Rick even naar. Ja, voor Rick, ja. Ja, voor, ja, ja het is Feliciteerd, Ruud, hier dit... Oh, Molenstraat. Is wel leuk daar. Dat is geen reclame, hoor. Als je met een banga in de box bent, Gazabilani. Sta je 6 uur ochtends in een shawarma tent, Gazabilani. Is toch lekker, is toch ook Feliciteerd, Ruud? Zullen we maar eventjes rodeo naar de volgende plaat? Lekker man. Hij heeft gewonnen inderdaad, ja. Want de keuze 2 was Lil Nas X. Featuring X. Ja, featuring Nas. Weet je trouwens wat over... Weet je wat over die artiesten? Want ik vraag me echt af, is dat niet gewoon dezelfde of iemand anders die dan ook zo heet? Nee, er is nog die vrouw die op dat plaatje in onze poll stond. Dat is Nas. Oké. Denk ik dan. Duidelijk. Laten we maar gewoon lekker gaan draaien. De winnaar, de Hymn of the Week, Rodeo. Ik moet zeggen dat ik een klein beetje sceptisch was toen over die plaat. Ik heb hem vorige week namelijk wel in de playlist gezet. Maar ik wilde graag dat Face DJ Ruud zou winnen eigenlijk voor de Hymn of the Week. Deze heeft uiteindelijk gewonnen. Ik moet zeggen, klinkt toch wel lekker. Jawel. Maar jawel, niet toch? Zo lekker als Old Town Road. Nee, oké. Okay. Het lijkt maar er een klein beetje zo'n op. Zo'n cowboy nummer? Ja, maar ja, dat ook. Dat is de bedoeling toch? Ja. Wauw, oké. Okay. Dat is een klein beetje de bedoeling wel, hè? Ja. Ik vind K3 is ook kindermuziek. Let me show. So drink from me, drink from me. Let me show. We're on a